De internationale Nederlandistiek, dus een, een grote gemeenschap, hè, dat gaat over duizenden en duizenden studenten overal ter wereld, die dus de moeite doen om Nederlands te leren. Maar daarvoor heeft het kabinet gewoon helemaal niks over. Dus ik denk van oké, okay, je gaat wel roepen van vlaggetje in het parlement, Wilhelmus. Maar als het er dan op aankomt om de mensen die de Nederlandse cultuur internationaal uitdragen en een volgende generatie Nederlanders in Jakarta, in, in Madrid, in uh, Sheffield, uh, noem maar op. Om die op te leiden, ja, daar staat dan eigenlijk uh, nauwelijks nog iets tegenover. Mm -hmm. En dat vind ik dus zeer merkwaardig. Ik denk van ja, uh, om het op zijn VVD's te zeggen: put your money where your mouth is.